Ja, dat zeg ik altijd. Heeft u alleen? Alleen maar Ellen? Ik heb een XL. Deze is ook goed. Een paar XL'en. Dan ziet u in een van de commentaren op die website dat een van zijn vrienden, goede bekenden zegt: ja, was je nou in Peking of was je nou al in Aalten? Want die zag, terwijl hij hier door de omgeving reed, van Aalten naar Varsseveld of terug, zag hij ergens een oranje flits langskomen. En hij vroeg zich af of Robert was. Nou, dames en heren, dat was Robert, hij was terug en hij gaat in het weekend alweer weg naar Spanje, heb ik me laten begrijpen. Laat me vertellen. Heel fijn dat je hier bent. Ik heb je samen met het college die hier voltallig aanwezig is, heel erg goed gevolgd de afgelopen periode. Natuurlijk ook omdat je woonachtig bent in Aalten. Anders hadden we je, en daar ben ik heel eerlijk in, wat meer op afstand gevolgd. Hè? Dat is, laten we daar volstrekt eerlijk in zijn. We zijn heel trots dat we hier als inwoner hebben. En toen ik je volgde en toen ik je website ging lezen, toen heb ik je eigenlijk op papier leren kennen, niet alleen als een geweldige sportman, maar wat ik veel interessanter vind, is ook een hele karaktervolle man. Ik zou zeggen, dat advies geef ik u allemaal, lees dus een website is, want dan zul je zien wat er voor een echte vent het is. Heel relativerend, heel sportief, een man met karakter. Ik ben heel blij dat we je hier vanavond op het Marktplein hebben kunnen krijgen om je te huldigen. En we hebben heel lang nagedacht over waar kunnen we nou zo'n man mee huldigen. Gaan we een erepenning in goud, zilver of brons heel snel realiseren, maar toen we dat bespraken in het college vorige week, zeiden we, ja, maar hij is nog wel erg jong hoor. En we moeten nog wel iets overhouden voor als zijn succes steeds groter en meerder gaat worden. En dat laatste, beste mensen, verwachten wij heel erg. Dus wat wij gedaan hebben, dat is in alle bescheidenheid, die ook heel kenmerkend voor jou is, Robert, want je bent niet een man van patsen en grote woorden, hebben wij een oorkonde voor je gemaakt. En dat is gelijk als aanmoediging bedoeld. En die oorkonde, als Bert Schumel die even voor me pakt, die wil ik je graag overhandigen. En daarna wil ik graag het woord geven aan een van je voorgangers hier. Want we zien hier allemaal jong talent aanwezig zijn. Daar kom je ook uit voort uit de Peddelaars. Hartstikke goed dat jullie hier zijn. Ik wil eigenlijk ook voor de jongelui een geweldig applaus voor u. En dat is dan voor jullie, want het voorbeeld staat hier naast mij. Maar dat had je jullie al gerealiseerd. Dat geldt natuurlijk niet voor de wat oudere heren daar. Die zijn al het voorbeeld geweest voor de rest. Maar toch fantastisch dat jullie hier zijn. Robert, deze oorkonde kun je hangen tussen alle prijzen die je al gewonnen hebt. Hij zal hopelijk ook nog een plaatsje houden naast alle andere dingen die je gaat winnen. Ik ben heel blij, nogmaals, dat je hier bent. Ik hoop dat je heel veel succes hebt, ook in je persoonlijke leven. En ja, dit spreekt voor zichzelf, denk deze oorkonde. En ik wil graag het woord geven, zei ik net, aan een van jouw voorgangers. Dat is namelijk mijn mede-bestuurder van de gemeente Aalten, Henk Rijks, in Dinxperlo, beter bekend als Henk Rieks. Henk, ik wil je heel graag ook nog even het woord geven, maar ik geef je eerst een hand. Leuk.
heel erg vereerd en blij als een sportman die het grootste deel van zijn toekomst achter zich heeft, om hier eens te mogen spreken tegen iemand die wat dat betreft de toekomst nog voor zich heeft. En vooral wat burgemeester Berghoef net benadrukt heeft, wil ik hier nog eens een keer zeggen. Omdat ik ook onderwijs in mijn portefeuille heb en me heel erg aangesproken voel door de jeugd die hier verzameld is op dit plein. Ik heb je gevolgd vanaf jongen van een jaar of 14, toen jij hier bij de Peddelaars begon te rijden. Ik heb gelezen in de krant dat jij bij de junioren al tot grote hoogte steeg binnen de Nederlandse wielerwereld. Ik kan me nog herinneren als de dag van gisteren dat we vorig jaar in ongelooflijk slecht weer zaten te kijken naar een aankomst in België op de muur van Hoei, waar jij uit kansloze positie nog naar voren reed als jong broekie, 21-jarige jongen, vanaf de 50ste positie en toch nog de eerste 10 wist te bereiken. Ik heb me in de afgelopen dagen opnieuw gerealiseerd dat wat jij in Peking gepresteerd hebt, als je daar een algemeen klassement zou opmaken van de renners die gereden hebben op de wegrit, waar je 6,5 uur in touw bent geweest om 10 te worden, en daarna in de tijdrit, wanneer we daar een algemeen klassement op zouden maken, dan was jij deze keer al in de medailles gevallen. Ik hoop dat in de komende jaren jij ons nog vaker zult verrassen met aansprekende prestaties. En eigenlijk ben ik ervan overtuigd dat wij met ons allen ons binnen 3 of 4 weken zullen verbazen over wat jij laat zien in de Vuelta in de Ronde van Spanje. Ik wens je daarbij heel veel succes en ik hoop dat je wat dat betreft het voorbeeld zult blijven voor al deze jonge talenten die hier in Aalten weer klaarstaan om een trainingsritje te gaan maken. Robert, het allerbeste en jullie, zet door, hou vol, want je kunt er heel veel meer bereiken. Goed, dan moet ik zelf natuurlijk nog wat zeggen. Ja, ik had het eigenlijk niet echt verwacht. Ik rij even naar het gemeentehuis en geef een paar mensen een hand en dan ben ik er thuis. Maar ik krijg er nog een lijstje bij en een heleboel mensen hier, dus het is op zich ook wel leuk om mee te maken. Ja, ik vind het in ieder geval leuk dat jullie allemaal gekomen zijn en ja, ik bedoel, daar doe je het ook een beetje voor, hè, de fietsen, voor de mensen die ervan genieten wat je doet. En, hierbij bedankt voor al jullie leuke reacties vaak en ik zal mijn best gaan doen voor jullie in de Ronde van Spanje en dan zien we wel. Robert, nogmaals, dankjewel. Heel veel soort mensen. Ik zie gelukkig heel veel mensen om mij heen knikken. Niet alleen maar om de mensen te huldigen en te eren die het echt toekomt, maar ook... Ja. 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 Ja.